ontzettend zuur voor de thuisclub, voor Zwolle. Graag, denk ik, het kampioenschap had gegund. Ze hebben het ook verdiend, op basis van heel jaar. In topsport telt alleen de eerste plek en die hebben we nu hoogstwaarschijnlijk niet gehaald. En dat doet enorm veel pijn. Goedenavond allemaal. Vanavond 9730 toeschouwers en scheidsrechter Nijhuis gaf 2 keer geel. 1 keer aan Baks en 1 keer aan Olijven. Ja, allereerst natuurlijk ontzettend zuur voor de thuisclub, voor Zwolle. Graag, denk ik, het kampioenschap had gegund. Ze hebben het ook verdiend, op basis van heel jaar. Je krijgt niet altijd wat je verdient. Ik vind dat wij dit punt ook verdiend hebben. Op basis van 90 minuten hebben we misschien zelfs wel de beste kansen gehad. Alleen Zwolle heeft iets meer momenten gehad voor de goal. Alleen dat bekijk ik uiteraard door een Den Bosch bril. Daar zal mijn collega waarschijnlijk anders over denken. Wij hopen dat we volgende week ook zo'n sfeer hebben in de Vliert. Zoals hier. De mensen hebben hier geweldig de ploeg gesteund. Daar hopen wij volgende week ook op. Nogmaals, Zwolle, sterkte om dit te dragen. En dat hoort bij sport. Dat zal ongetwijfeld weer opkrabbelen. En nu is het even heel zuur. Dat begrijpen wij. Maar wij zijn uiteraard wel content met het punt. Nou, ik denk er niet heel anders over Alphensoor. Ik vind als de wedstrijd, dat probeer ik dan te doen, nuchter te analyseren. Dan is de eerste helft hebben wij wel aangedrongen en een paar goede mogelijkheden bij elkaar gespeeld. Maar waren de grootste kansen wel voor Den Bosch. De tweede helft hebben wij inderdaad alles gedaan om die goal te forceren. Zoals een aantal keren eerder is dat uiteindelijk niet gelukt. En misschien ligt daar wel de cru in van het feit dat we nu niet meer bovenaan staan. We hebben 5 keer 0-0 gespeeld en in die 5 wedstrijden waren we steeds de betere. Andere wedstrijden nog veel beter dan nu ten opzichte van Den Bosch. En in die wedstrijd is het niet gelukt om te scoren. En daar kun je allerlei analyses of nabeschouwingen op loslaten. Dat zijn vaststaande feiten. En dan kom je eigenlijk tot een hele vervelende, maar ook een hele terechte conclusie. We zijn de best of de rest. En er is toch 1 ploeg die beter is dan ons. En dat, dat hebben ze vorige week laten zien. En nu staan zij dusdanig voor dat het hun eigenlijk nauwelijks niet meer kan ontgaan. Die laatste wedstrijd volgende week zullen wij er alles doen om te winnen. Maar ik geloof zelf niet zozeer meer dat wij nog kampioen worden. En dat is wel best een hard gelag gezien het seizoen dat we hebben gehad. We hebben een uitstekend seizoen gedraaid. En ja, soms word je een beetje slachtoffer ook van je eigen succes. Want we hebben niet de breedste groep. We hebben ook niet de meeste fantastische spelers op elke linie. Maar we hebben wel dit jaar laten zien dat we middels ons team en ook de strijd en de teamgeest, dat we een heel eind zijn gekomen. Helaas net niet ver genoeg. Daar heb je dan blijkbaar nog net even iets anders voor nodig. Wat wij op dit moment niet kunnen brengen en niet beheersen. En daarbij kijk ik ook naar mezelf. Dus we kijken daaraan als heel team. En, wij zullen ons terugtrekken, zoals het heet. En hard gaan trainen en werken de komende 3 weken naar die nacompetitie toe. Natuurlijk is het zeg nooit nooit. Maar ik ben wel nuchter genoeg om te denken dat de kans op de titel wel heel erg klein is. Rest mij wel om een paar dingen te noemen. Want als ik vandaag, ja, los van dat je in de emotie zit van de wedstrijd. Maar als je ziet dat er weer bijna 10.000 mensen zijn. Dat die mensen alles aan hebben gedaan om ons vooruit te schreeuwen. Dat wij, vind ik, daarin ook niet gefaald hebben. En ook alles hebben geprobeerd om de mensen te belonen. We hebben de mensen, denk ik, dit seizoen een aantal keren geweldig voetbal laten zien. Maar de laatste weken was dat heel moeizaam. Maar we hebben wel altijd strijd en passie en teamgeest gehad. En die mensen wil ik enorm bedanken. Dus als ze straks omhoog gaan naar de Business Club en naar de Rabo Corner en daarboven. Dan zullen de mensen hopelijk ons ook nog steeds steunen. En beseffen wat we hebben gedaan. Hoe we Zwolle op dit moment weer op de kaart hebben gezet. In topsport telt alleen de eerste plek en die hebben we nu hoogstwaarschijnlijk niet gehaald. En dat doet enorm veel pijn, maar we zijn onderweg met een proces. En dat proces duurt nog een paar jaar. En ik weet zeker dat wij, nou, over een paar weken, dan is Zwolle nog niet afgeschreven. Dan moeten wij bewijzen dat wij dan maar de beste op de rest zijn. Maar dan liggen er nog steeds heel veel mogelijkheden voor ons om alsnog het ultieme doel promotie te bereiken. En mocht dat onverhoopt niet lukken, nou reken er maar op dat dan volgend jaar weer een nieuw team staat. Wat voor de prijzen gaat. En uiteindelijk in de komende jaren zal FC Zwolle absoluut die drempel gaan slechten. En daar wil ik dan ook mee afsluiten met een positief gevoel. Ondanks dat het nu heel moeilijk is. Maar een positief gevoel over de manier waarop wij ons dit seizoen verkocht hebben. Qua technische staf, qua spelers, qua begeleiding. Maar zeker ook qua supporters, sponsoring en de support vanuit de stad. Grote dank daarvoor en heel spijtig en excuses dat we niet het ultieme doel nog hebben gehad. Maar reken erop, nogmaals gezegd, over een paar weken, ook zondag of ook vrijdag zullen we natuurlijk alles doen om te winnen. Maar we hebben het niet meer in eigen hand. Maar wij komen nog heel sterk terug, ook dit seizoen nog. Al veel succes. Yes.